Pornocrates is een van de bekendste werken van de Belgische kunstenaar Félicien Robs. De titel kan je vertalen als De heerschappij van de ontucht. De ontucht belichaamd door een halfblote vrouw. De frivole kledingaccessoires benadrukken alleen maar haar naaktheid. Ze is geblinddoekt en laat zich leiden door een varken. De vrouw doet een beetje denken aan het klassieke beeld van vrouw Justitia. Deze Romeinse godin zien we vaak met een blinddoek en ze heeft altijd twee attributen bij zich, een zwaard en een weegschaal. Ze wordt geleid door de strenge en onpartijdige rede. Maar wie leidt de vrouw op de prent? Een ordinair varken. Deze allesvreter is het dier van de duivel en een symbool voor ontucht. Dit roze schepsel wentelt zich knorrend van plezier in de drek van de wereld. Zijn staart is in bladgoud gedoopt. Zo wordt zijn viriliteit benadrukt. Links, hoog in de lucht, zien we nog drie putti, engeltjes die zich geschokt afkeren van het tafereel. Vrouw en varken wandelen parmantig over een fries waarop de academische kunstvormen staan afgebeeld. De beeldhouwkunst, de schilderkunst, de literatuur en de muziek. Deze klassieke kunstvormen krijgen de vorm van saaie, grijze figuren die het niet meer zien zitten. Je zou dit kunnen interpreteren als een triomf van de moderne kunst op het doodse academisme van die tijd. Een triomf van de wellust op de oude en stoffige kunstopvattingen. Deze nieuwe kunst laat zich inspireren door het aardse en instinctieve, door de nachtzijde van het leven, door de passie en de femme fatale. Karel Meersman kiest voor dit werk omdat Félicien Robs ontegensprekelijk tot op vandaag de belangrijkste Belgische illustrator is. Bovendien gebruiken beide kunstenaars dezelfde technieken, potlood en aquarel op papier. Robs verheft illustratie tot pure kunst.